Aftrap is te vroeg, dacht ik te zeggen. Nee, we zijn begonnen. Beerschot en STVV geven elkaar partij. Ah, goede bal. Wel, goede bal. Al op de rechterkant is net iets te scherp. Nee, goede controle. En dan denk ik dat hij erover was. Nee, voorzet moet komen. Komt er, maar dat is helemaal niet moeilijk voor Kenny Steppen. Ja, verdedigen doen ze het voorlopig allebei goed. Goede bal, goede bal. En goed meegepakt van Sunassi de trap. En wat zei ik van die kans, daar komt hij. En zelfs een hele grote vanwege STVV. Pas is heel goed, Jorendom opgekomen, de voorzet en de kopbal. En overgekopt door Tissoudali. Niet de makkelijkste naam, maar wel bijna de openingstreffer. Wolke Janssens oprukken. Wolke Janssens. Oh, geen goede bal van Wolke Janssens. Hier de kans misschien voor Beerschot afleggen moet. Maar die bal is niet goed. Knap gedaan hoor, van Holzhauser. En dan trapt hij de lange bal heel goed op Nubissi. Hier misschien nog eens Beerschot die gevaarlijk kan zijn. Afleggen, maar weer niet goed. Weer niet scherp genoeg om ze bij Beerschot af te stoppen. Bal naar de linkerkant. Oh, Bournet moet misschien terugleggen op Grisé. Inderdaad, goede bal deze keer van Grisé. En bijna dom gevonden. Nu naar toe, of staat buitenspel? Staat buitenspel. Dan wil hij de voorzet rappen. Grisé, moeilijk, maar ja, doet het eigenlijk niet slecht hoor. Sancon. Oh, knap gedaan van Colidio. Blijft in balbezit. Nee, nu toch niet voor Holzhauer. Goede bal, geen buitenspel. Inderdaad, geen buitenspel van Tissoudali. Ja, dan is er wel wat volk mee teruggegaan. Moet nu gaan trappen. Nee, dan verkwist hij de bal aan Wolke Janssens. Eén keer is tegen te prikken. Steve de Ridder. Nee, er komt zelfs geen extra tijd bij in deze eerste helft tussen STVV en Beerschot. Hier misschien een mogelijkheid. Sandy Walsh. En de kans voor Ito. En de 1-0 niet. Want de bal gaat over de lat. Maar ik zeg het, Ito zorgt altijd voor gevaar. Overtreding of niet, Asamoah is trappen, Asamoah, maar die trapt hem naast. Oeh, niet al te beste controle en Trombreeks kan die bal er mee pakken. Trombreeks, als hij het goed doet, is het 1-0, maar Ito kan er niet bij. Hier is Jorendom, goede controle, dat doet hij toch goed en goed naar binnen komen ook. Trappen Jorendom, schot wordt gekraakt op Asamoah, Ito. Dit moet je hem niet geven, hier is Ito, brengt die bal voor. Maar daar zit Van Hamel prima tussen. Oh, hij trapt hem in één keer hoor. En dan is dat misschien wel het eerste schot. Echt tussen de palen van de tweede helft. Mee in de 16 meter. We staan er allemaal kort bij elkaar. Dom naar de eerste paal. De bal komt centraal. En weer een bal tussen de palen. Ik denk dat het Frans was. Ik ben niet zeker. Maar uiteindelijk toch een niet al te moeilijke bal voor Van Marsenhulle. Wim van Marsenhulle. Kans krijgt. Hier is Matsubara. Matsubara, misschien toch de 1-0. Nee. Als je dan de kans krijgt, dan duiken ze ervoor. Kwalt mensen zoals Trombreeks terug. Voorzet komt op Maas, dacht ik te zeggen. Nu wel Maas. De trap. Maar die gaat ver over Piazza naar het centrum. En de trap. En niet de goal. En niet de goal, want Van Marsenhulle kon gemakkelijk pakken. Maar veel niet. Misschien een minuutje. Nee, geen minuutje op klokslag. 90 minuten voetballen. Anderhalf uur voetballen besluit de scheidsrechter dat het goed geweest is. STVV en Beerschot spelen hier in geel. Spelen in het Neulenstadion. Gelijk 0 tegen 0. Geen ploeg die zowel voor als na de rust echt een vuist kon maken.